Welkom allemaal bij de deelsessie gericht op toekomstscenario's voor werken in een meer circulaire economie. Hier in de studio vanuit het Museum ben ik, Birgitta Kramer van de Goldschmeding Foundation en Alain Wouters van Whole Systems, onze procesbegeleider, om jullie meer te vertellen over dit mooie project en ook graag jullie mee te nemen in die discussie. Als je vragen hebt, stel ze meteen in de chat en dan hoop ik ze te kunnen behandelen. Allereerst, waarom dit project? Nou, bij de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie richten we ons op een inclusieve arbeidsmarkt, een menswaardige economie en duurzaam werk. Als filantropische stichting ondersteunen wij verschillende projecten die op het snijvlak van mens, werk en economie mooie dingen doen. Circulaire economie hoort daar helemaal bij. Wij ondersteunen zo de XTEX Project, het Circular Jobs Initiative, Leren voor Morgen met Circular Skills en ook NVO Nederland. Met NVO Nederland hebben we afgelopen maanden nagedacht hoe wij een toekomst kunnen verbeelden. Hoe ziet die arbeidsmarkt er in de toekomst uit? Want de circulaire economie wordt nog wel eens als technische innovatie aangetogen, maar is eigenlijk bovenal ook sociale innovatie. Verschillende vragen. Hoe ziet die toekomst van werk eruit? Hoe kunnen ondernemingen en werknemers zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst? Hoe kunnen we die verdelen? Het zijn lastige vragen. We weten niet hoe die circulaire economie er over blijft. Tegelijkertijd weten we een aantal dingen. Er zijn een aantal invloeden die we nu al herkennen. Samenwerking onderling, al veel besproken tijdens de plenaire sessies vandaag. Maar ook de arbeidsmarkt zoals we die nu zien, zoals de krappe arbeidsmarkt, de bouw. Nu is het zo dat je de toekomst juist wel kan inbeelden. Je kan hem niet voorspellen, maar je kan hem inbeelden. En met behulp van methode scenario planning hebben we ook precies dat gedaan. Met alle kanten in onze samenleving, die jullie ook een aantal vandaag zullen ontmoeten, hebben we gekeken naar hoe die arbeidsmarkt over 15 jaar uitziet. Graag vraag ik ook Michiel Schuurman, de eigenaar eigenlijk van dit project namens NVO Nederland, die online erbij is om ons ietsje meer te vertellen over wat we in de afgelopen maanden hebben gedaan. Michiel. Ja, dankjewel Birgitta en dank voor jouw introductie. Ik hoop dat je mij goed verstaat. Jullie zijn zelf wat minder makkelijk te verstaan. Ik zie dat ook al even in de chat voorbij komen. Wellicht kan Dirko of Rosanne, die ik ook zie in het scherm, in ieder geval even aangeven of ze mij wel goed verstaan. Ja, zie ik. Nou, dat is fijn. Dan wend ik me tot een ieder die in deze sessie is. En nogmaals, Birgitta, dank even voor die toelichting. Vanuit NVO Nederland zijn we erg blij dat we dit samen met de Goldschmeding Foundation hebben kunnen opzetten. En de afgelopen, ondertussen alweer 5 maanden, zijn we met een groep van 25 experts bezig geweest om die toekomstscenario's uit te diepen. Dus misschien een kleine toelichting van hoe is dat nou tot stand gekomen. Nou, uiteindelijk zijn we in het najaar, onder leiding van Alain Wouters, die dus ook zo een antwoord zal horen, een tweetal groepen samen gaan stellen. Eén, en dat hebben we maar genoemd, de creatieve groep, 24 experts die met elkaar in een aantal sessies toegewerkt hebben naar toekomstscenario's. En de tweede, een klankbordgroep, want eigenlijk heb je natuurlijk nog veel meer input nodig om die scenario's heel te maken en holistisch. En vandaar dat we ook een brede groep met ondernemers uit ons netwerk, maar ook met kennisdragers van andere instellingen, op gezette tijden ook weer contact gehad hebben om even te toetsen waar we met die creatieve groep staan en of dat ook bijsturing of aanvulling nodig had. Dus het was een heel rijk proces. En kort samengevat zijn we eigenlijk met die creatieve groep eerst in een tweedaagse inclusief overnachting echt een deep dive gaan doen met elkaar van wat zien we nou eigenlijk gebeuren in die wereld van de circulaire economie en in die wereld van de arbeidsmarktontwikkeling, waarvan we zeggen ja, dat zijn echt fundamentele drivers die naar de toekomst toe de wereld gaan bepalen. En vervolgens zijn we, en dat moest helaas online, want ook corona had sterke invloed op dit project. Moesten met 24 mensen, konden we niet meer fysiek bij elkaar komen, maar zijn we 2 keer een dag online met elkaar
gaan werken om die scenario's ook echt uit te diepen en consistent te maken. Wat nou als? Nou, daar komen we straks verder op terug. En ik wil in ieder geval tot slot nog even echt complimenten geven aan alle mensen die eraan bijgedragen hebben. Zowel degene die het georganiseerd hebben als alle experts. Want ja, u kunt zich voorstellen een hele dag online met elkaar samenwerken. Dat vergt nogal wat van de concentratieboog, maar ook van de supporting technology, om even populair te zeggen. We deden dat in een combinatie van Teams op het ene scherm en dan Miro op het andere scherm. En eigenlijk moet ik zeggen, is het toch verbazingwekkend hoeveel je dan toch nog met elkaar kan doen als groep. En tegelijkertijd moet je vaststellen dat je wel een belangrijk element van de echte interactie en de echte creativiteit mist. Als je dat niet fysiek in de ruimte kan doen. Maar goed, dat moest het mee doen. Dat betekent in ieder geval dat we nu vier hele mooie en echt doorwrochte scenario's hebben. En dat we, en daar komen we dan later vandaag nog wel op terug, op de nabije toekomst ook nog gaan werken om die uit te diepen met de handelingsperspectieven. Nou, dat even als eerste introductie over het proces, Ligida. Dankjewel, Michel. Ja, super. Je geeft het goed weer. Dit hadden we niet kunnen doen zonder die inzet en energie en kennis die door de verschillende experts is ingebracht. Ik wilde heel graag aan het publiek een vraag stellen. En ik ben namelijk echt heel erg benieuwd in hoeverre men denkt dat het bedrijfsleven op dit moment rekening houdt met die ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Hoe zien jullie dat zelf? Denk je dat men daar zeer rekening mee houdt of beperkt? Zeer sterk, beperkt of niet? We gaan dat straks behandelen. Er zit altijd nog een stukje tijd tussen voordat we de uitslagen zien. Maar vul het in. En dan gaan we nu even kijken wat we nou eigenlijk hebben gedaan. Vooral het hoe. We hebben Alain Wouters hier in de studio, die zich wel ook even zal voorstellen. Die een zeer ervaren procesbegeleider is van scenario planning. Alain, ga je ons wat meer vertellen over het scenario planning? Ja, graag, Birgitta, dankjewel. We hebben dus gebruik gemaakt van scenario planning. En in essentie is dat dus een manier van denken en anticiperen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Het is een oude technologie, al meer dan 50 jaar gebruikt. Die heeft zijn sterkte en zijn waarde bewezen en wordt gebruikt zowel in de privésector als in de publieke sector. Nu, het is belangrijk om te begrijpen dat scenario's als een middel worden ingezet. Het is een middel om uiteindelijk beter de vraag te stellen en dus wat? Wat betekent het? Het is in essentie eigenlijk toegepast systeemdenken. Je gaat dus toegepast systeemdenken doen op de wereld waarmee je te maken gaat hebben. We kijken daarbij niet alleen naar ontwikkelingen, technologisch, sociaal, economisch, milieumatig, politiek, noem maar op. Maar ook vooral belangrijk is dat we de onzekerheden waar we mee te maken hebben, expliciet maken. Als je te maken hebt met fundamentele onzekerheden, dan is het best wat je kan doen, goed gefundeerde hypothese maken. En dat is ook wat je doet met de scenario's. Ik zou graag even de slide willen om het proces te tonen. Jullie zien hier op de achtergrond een korte omschrijving van het proces wat gebruikt wordt om tot die scenario's te komen, bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel gebruik je eigenlijk om een stelling te bouwen. En als je stelling goed gefundeerd is en goed onderbouwd, dan ga je pas beginnen bouwen aan de scenario's. En dat zijn de zogenaamde huizen. Hoe ziet het proces eruit? Je gaat van een situatie van ongestructureerde complexiteit naar eentje waar diezelfde complexiteit gestructureerd is. En hoe ga je daarmee te werk? Je hebt een focale vraag en de vraag die wij ons gesteld hebben is van ja, hoe zit het met werken in een meer circulaire economie in Nederland? En wat zijn de ontwikkelingen die daarop invloed hebben en die bepalend gaan zijn van hoe die toekomst eruit gaat zien? Dit zijn al die ontwikkelingen die je hier hebt waar de mensen lang en in breed met elkaar over gepraat hebben. Dan hebben ze daarbinnen de onzekerheden geïdentificeerd. Wat weten we zeker? Wat zijn zware trends? Vergrijzing bijvoorbeeld, digitalisering. Dat zijn heel sterke onderstromen die doorgaan. Elk scenario moet daar rekening mee houden. Maar waar zitten ook de verschillen? Waar zitten onzekerheden waarvan we niet weten welke kant gaat het op? Nou, de groep heeft door gesprek zulke sleutelonzekerheden geïdentificeerd. En die vormen ook de basis eigenlijk voor de verschillende scenario's zoals we die gebouwd hebben. Tot daar heb je eigenlijk de stelling gebouwd en heb je het scenarioskader. Dan gaan de mensen in een deep dive eigenlijk kijken van wat gebeurt er allemaal. Als dit en dit waar is, dat zijn mijn hypothesen,
dan laten de scenario's je toe om dat eigenlijk op een consistente manier door te denken en rekening te houden met de samenhang der dingen zoals je die kent, zoals de wetenschap die duidt, zoals de mensen intuïtief weten of door ervaring. En daar komen dan 4 verschillende beelden uit. Dus als je die scenario's gemaakt hebt, wat heb je dan? Eigenlijk een context die inherent consistent is, die logisch doordacht is, die ook innovatie bevat, nieuwe ideeën, en die niet zonder gevolgen is. Eenmaal dat je die beelden hebt, dan kan je veel scherper in kaart brengen, bijvoorbeeld, wat zijn de behoeften die leven in die wereld? Wat zijn de dilemma's waar we mee te maken hebben? Wat is de rol bijvoorbeeld van technologie? Op welke wijze wordt die ingezet? En je kan ook kijken van wat is de zin en de onzin van bepaalde activiteiten. Dus je hebt eigenlijk een strategische context waarna je dan de vraag kan stellen, ja, wat betekent dit? So what? En dat is dus eigenlijk het eerste deel dat ik zou willen zeggen. Scenario's als een middel en het proces dat we gebruikt hebben om daartoe te komen. En dan zou ik nu graag iets vertellen over wat doe je daar dan mee? Eenmaal dat je scenario's hebt, ja, wat doe je daar dan mee? Dan heb je dus een strategische context. Je hebt beelden en je hebt taal, waar je met elkaar praten over alle dingen die ertoe doen. Als je praat over werken in de meer circulaire economie. En dan heb je een context waar je met elkaar veel zinvoller en scherper kan praten over, nou, wat zijn kansen en bedreigingen? Wat is de zin of de onzin van bepaalde acties? Hoe kunnen we ons aanpassen als je een bepaalde doelstelling hebt? Je wilt bijvoorbeeld werken aan een flexibele arbeidsmarkt die bijdraagt aan die transitie naar een meer circulaire economie. Ja, wat kan je dan doen? Wat zijn de handelingen die je kan stellen? Dat zijn exact de vragen die onze deelnemers zich gesteld hebben en waaruit een hele reeks handelingsperspectieven zijn gekomen, waar we ook nog eens systemisch naar gekeken hebben. Ik denk dat dat in het kort het proces een beetje samenvat. Nou, systemisch systeemdenken toegepast past helemaal in de huidige thematiek van de conferentie. Dankjewel. We zijn tot conclusies gekomen in deze scenario planning exercitie. En we hebben daar ook een filmpje van gemaakt om jullie even kort in vogelvlucht mee te nemen. Dan gaan we daarna even wat scherper erop in. Ik hou ondertussen de chat in de gaten. Ik zag al dat het geluid nog niet optimaal was. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Hou nog even vol. Ik denk dat het filmpje wat makkelijker gaat. Ize. Van het projectteam. Kan je het filmpje? Hoe ziet werken in een meer circulaire economie eruit over 15 jaar? Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we zien wel trends en ontwikkelingen die richting geven. Laten we ons straks leiden door marktwerking en louter economische groei, of juist door een sterke overheid en een focus op brede welvaart? Staat internationale samenwerking centraal? Of richten we ons juist op nationale belangen? Met deze vragen heeft een groep van 24 experts 4 scenario's geschetst. 4 mogelijke toekomstbeelden waar jij straks in leeft en werkt. Als eerste is er het competitieve zakendistrict scenario. Circulair ondernemen is het nieuwe normaal, want het is vooral een verdienmodel. Het bedrijfsleven staat aan het roer en innovaties volgen elkaar snel op in deze groeiende wereldeconomie. En jij? Om te concurreren op de arbeidsmarkt moet je constant nieuwe vaardigheden aanleren. Flexibel doorstromen is de norm. Maar is die hoge prestatiedruk vol te houden? Of wordt het eerder het georganiseerde metropoolscenario, waarbij de overheid de transitie aanjaagt en investeert in ontwikkeling en onderwijs. Grondstofverbruik is wereldwijd aan banden gelegd en lineair is passé. En jij? Jij draagt bij aan de brede welvaartsontwikkeling. En als je uitvalt, word je zoveel mogelijk ondersteund. Maar hoe kan je ondernemen in deze gereguleerde samenleving? Het is ook denkbaar dat we ons in de toekomst meer richten op ons eigen land, zoals in het betekenisgerichte community scenario. Door minder internationale samenwerking wil Nederland meer zelfvoorzienend zijn. Korte ketens staan centraal. We delen ons bezit en onze talenten. We zijn gericht op zingeving in ons werk. En jij? Jij levert naast je werk een maatschappelijke bijdrage als mantelzorger. Je baan past bij je talent. Maar hoe wordt onze inzet op brede welvaart gefinancierd? Of neemt tot slot het bedrijfsleven het voortouw in het efficiënte stadshubscenario? Door verminderde internationale samenwerking en een focus op marktwerking zetten bedrijven efficiënte en circulaire strategieën in om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Circulair omdat het kan, maar ook omdat het moet. En jij? Er is volop werk en je circulaire vaardigheden worden gewaardeerd en gecoacht. Maar die lange werkweken en later met pensioen, is dat wel te doen? Dit zijn 4 mogelijke scenario's over hoe werken in een meer circulaire economie er over 15 jaar uit kan zien.
Welke signalen zie jij nu al om je heen? Ben je hierop voorbereid? En sluiten jouw vaardigheden aan? De toekomst maken we samen. Jij kan nu al beginnen. Welke stap zet jij? Ja, nou, zo zie je maar weer. Je kan met een paar ingrediënten en een geweldige groep van experts 4 toekomstbeelden, mogelijke toekomstrichtingen op deze manier vormgeven. En ik denk dat jullie allemaal al een aantal beelden herkenden van locaties. Want we hebben ook inderdaad voor de titels echt ook inspiratie gezocht op huidige locaties. Ik wilde Michel nog even vragen. Want we hebben nu in vogelvlucht meegemaakt. Maar misschien kan je ons nog net even ietsje meer vertellen over elk scenario. En hoe dat ook in de exercitie, in de scenario-planning bijeenkomst zo omhoog kwam. En welk scenario heb jij ook weer aan meegedacht? Dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Ja, daar kom ik daar zo graag nog even op terug. Misschien allereerst, want een compliment ook aan Alain, omdat met die 25 experts die uit verschillende geledingen komen van onze samenleving, dus mensen vanuit het onderwijs, ondernemers, brancheverenigingen, overheid, echt verschillende perspectieven bij elkaar. En eigenlijk hebben we met elkaar vastgesteld dat er best wel veel tendensen zijn, zeg maar, naar de toekomst toe, die redelijk zeker zijn. Alleen zei het al, vergrijzing, digitalisering, toenemende schaarste op grondstoffen, dat weten we wel. Maar wat vooral boven kan drijven in de groep, als de twee meest belangrijke onzekere factoren, die uiteindelijk ook de basis zijn voor dit scenario denken, eigenlijk de assen die je onderliggend ziet, is dus aan de ene kant een as, dat is de X-as, waarin je kan zeggen, ja, is het nou de markt die de kar trekt en heel veel marktwerking en een terugtrekkende overheid? Of gaat die overheid nou meer regie nemen? En zien we dus ook meer sturing op brede welvaart? Dat is een onzekerheid, maar die is wel heel belangrijk voor de verschillende uitkomsten. En de tweede, dat is de Y-as. Ja, hoe gaat het nou eigenlijk internationaal? Zien we na Brexit misschien ook al straks een Frexit en gaat China meer op zichzelf richten, gaat Amerika verdere handelsbarrières en bilaterale verdragen opstellen? Of ja, kiezen we toch voor meer internationale samenwerking, meer internationale verdragen en verdere samenwerking ook over 's lands grenzen heen? Dat zijn eigenlijk de twee assen geworden waarop we die 4 scenario's dus doorgewerkt hebben. En dan zie je dat eerste scenario linksbovenin, wat we dan genoemd hebben, het competitieve zakendistrict. Dat is dus heel duidelijk een wereldbeeld. En dat gaat hier niet over goed of fout en hoe reëel is dat nu. Nee, dit is een verwachtbaar scenario en die anderen zijn minstens zo verwachtbaar. Dat circulair werken vooral in het teken staat van het versterken van het verdienvermogen. Economische groei, nieuwe businessmodellen om financieel gewin te halen. Niks mis mee, maar heeft ook zijn beperkingen. Heeft bijvoorbeeld zijn beperking op het feit dat als het gaat over werken in een meer circulaire economie, ja, de mens toch echt als human resource ingezet zal blijven worden, of zal gaan worden, afhankelijk van hoe je het bekijkt. En dat heeft natuurlijk wel ook consequenties voor hoe we onszelf organiseren als, nou ja, werknemer of als ondernemer in het MKB, of als ZZP'er bijvoorbeeld. En dat we dus, ja, vanuit dat human resources ook echt wel na moeten denken over de vaardigheden die we hebben om te zorgen dat we daar ook goed in, ja, profiteren als werknemer. Dus het gaat ook over wat we dan gedacht hebben, ja, skills paspoorten. Je krijgt een soort, ja, paspoort met al je skills erin, op basis waarvan je dus ook aantrekkelijker wordt op de arbeidsmarkt. Nou, in een ander scenario, rechtsbovenin, zou je kunnen zeggen, ja, is er wat minder marktwerking en heeft die overheid toch wat meer regie naar zich toegetrokken. En nog steeds in een wereld van veel internationale samenwerking. En dan zie je dus dat brede welvaart eigenlijk meer geïntegreerd wordt. Dan mag je er dus ook van uitgaan dat ook het bedrijfsleven meer gaat acteren op waarde toevoegen voor niet alleen economisch, maar ook voor sociaal en natuurlijk kapitaal. En daar uiteindelijk ook voor beloond wordt natuurlijk. En dat we dus uiteindelijk de circulaire economie ook vooral vormgeven in het kader van dat, ja, donut-economie zou je kunnen zeggen, heel one planet thinking. Dat betekent weer dat het ontwikkelen als werknemer, de arbeidsmarktontwikkelingen, ook veel meer een samenspel zal zijn tussen publieke, private en individuele belangen. Dus hier zul je zien dat de vaardigheden die je ontwikkelt niet alleen gaan over, ja, hoe ziet mijn cv er het beste uit en hoe zorg ik dat ik het meeste verdien. Nee, dit is ook een wereldbeeld waarin we zeggen, hier is het dus ook belangrijk om, nou ja, naast je werk ook wat bij te dragen aan de gemeenschapszin. En om in je werk ook te kijken hoe het ook meerwaarde biedt voor je eigen ontwikkeling en ook voor zingeving. De woorden die hier belangrijker zijn dan in het vorige scenario.
Een leven lang leren wordt hier misschien ook wel tot binnen een feest. Een lang leven leren, zou je misschien wel kunnen zeggen. Gaan we onder de x-as, dan hebben we dus nog steeds in het derde scenario die betekenisgerichte community. Nee, we gaan eerst naar de efficiënte stands-up. We klingen even open, dan zitten we dus in het wereldbeeld waarin we aan de ene kant veel marktwerking hebben, terugtrekkende overheid, en aan de andere kant een toenemende mate van nationalisme, zou je kunnen zeggen. Veel minder internationale samenwerking. Het is belangrijker geworden dat we onszelf blijven verzorgen in de breedste zin van het woord. En hier zie je deze circulaire economie zich ook meer uit noodzaak ontwikkelen, maar het is niet per definitie erg dat we dus kringlopen sluiten binnen Nederland. En dat we dus allerlei nieuwe vak- en ambachtslieden krijgen om te zorgen dat we grondstoffen die anders van andere delen uit de wereld zouden moeten komen, neem bijvoorbeeld alle grondstoffen in de elektronica, dat we gaan zorgen dat we die hier hoogwaardig hergebruiken en recyclen om te zorgen dat we uiteindelijk ook de Nederlandse belangen kunnen blijven dienen. En omdat het hier heel erg gericht is op het nationale gevoel, heeft het ook te maken met trots. Hoe kunnen wij zorgen dat we meer zelfvoorzienend zijn en dat we uiteindelijk ook, als het gaat over werken in die meer circulaire economie, zorgen dat Nederland gewoon op de kaart blijft staan, ook al is het misschien in een wat gefragmenteerde wereld. Tot slot dan, de betekenisgerichte economie. Ook die is dus weer nationaal gefocust als het gaat over de samenwerking in het internationaal kader. Maar hier weer meer vanuit de gemeenschappelijke zin, met een sterkere overheid. En dan wordt circulair ook echt wel meer een levensstijl. En dan gaat het dus naast werk ook over zingeving. Er werd even het voordeel van mantelzorg aangehaald, maar dat kan ook andere vormen krijgen, maatschappelijke stages en dergelijke. Waarbij je als gemeenschap veel meer samenwerkt om het welzijnsmodel, misschien wel meer dan een welvaartsmodel in Nederland, goed op de kaart te krijgen en uiteindelijk ook overeind te houden. En dan is werken in een meer circulaire economie misschien deels ook een noodzaak, maar ook gewoon iets wat je wil, omdat je met elkaar draagt voor een gemeenschappelijk en gezond en welzijnd Nederland. Dit zijn de vier scenario's. Nogmaals, de toekomst zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen. Dat zal een mix zijn van sectoren, maar dit hielp wel om na te denken, oké, als we in deze toch wat extreme vormen nadenken over hoe de wereld zich kan ontwikkelen, wat betekent dat dan nu, wat we kunnen doen om voorgesorteerd te zijn qua arbeidsomstandigheden, werkgelegenheidsomstandigheden op die toekomst. Nou, daar gaan we zo ongetwijfeld verder over in gesprek. Nog even terug naar jouw vraag, Birgitta. Ik heb de eerste 2 dagen meegewerkt aan de efficiënte stadshub. En daarna heb ik een sprongetje gemaakt en heb ik de laatste 2 dagen met heel veel plezier bij kunnen dragen aan de georganiseerde metropool. Mooi. Dankjewel, Michel. Heel veel informatie. Geweldig goed uitgelegd zo in een korte tijd, wat we allemaal wel niet hebben kunnen bedenken. De publicatie van de toekomstscenario's wordt vandaag bekendgemaakt. We hebben ook een link die we later kunnen delen. En het proces gaat door, want we gaan inderdaad nadenken over die handelingsperspectieven. Namelijk, hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Daarover later meer. Ik wilde kort even teruggaan op de poll die we eerder met elkaar hebben besproken. Ik kreeg, net zoals ze dat op tv doen, een briefje letterlijk met de uitslag. Wel een leuk klein briefje. En daaruit kwam dat men inderdaad denkt dat het bedrijfsleven op dit moment beperkt nadenkt of rekening houdt met die arbeidsontwikkelingen, terwijl ze richting die circulaire economie gaan. En André Rodenburg noemde ook al in de chat dat je houdt misschien wel rekening met die arbeidsmarkt, maar dat in de circulaire economie misschien nog niet echt voldoende geagendeerd is. We hebben het per slotverrekening over andere vaardigheden, misschien ook andere opleidingen. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ik wilde heel graag doorschakelen naar onze experts die mee hebben gewerkt aan dit mooie proces. We hebben Rosanne, Salomé en Dirko. Die zullen zichzelf ook even voorstellen terwijl ik ze een vraag stel. Dat lijkt me het handigste. Ik wil heel graag doorschakelen naar Rosanne. Zou jij je voor willen stellen en kort een vraag willen beantwoorden die meer gaat over het proces? Namelijk, wat heeft voor jou eigenlijk een beetje de meeste impact gehad? Wat is je bijgebleven in het proces van scenario planning? Rosanne. Yes, dank je. Hi. Ik ben dus Rosanne Hinten. Ik ben onderzoeker bij de Antwerp Management School. Ik heb in 2018 meegedaan aan de Nationale Denktank, waar de Goldsmithing Foundation ook een van de partners was. En dat ging rondom de circulaire economie.
En daaruit heb ik ook uiteindelijk nog 2 boeken geschreven rondom de circulaire economie. Dus ik zat er echt vanuit dat thema in deze groep. En wat voor mij het meest impact heeft gehad in al de sessies die we samen hebben gehad, dat zijn een aantal dingen. Ik dacht, oh, ga ik er eentje noemen? Maar het zijn een aantal dingen die eigenlijk wat met elkaar te maken hebben. We hebben het heel vaak, en dat is ook in mijn werk, hebben het heel vaak over business model innovation, alle technische veranderingen om materiaalketens te sluiten, de 10R-strategieën, noem maar op. Maar wat we daar wel eens bij vergeten, merk ik, is dat het gewoon om mensen gaat. De mens moet centraal staan. Die moeten het uiteindelijk gaan realiseren. We kunnen hartstikke mooie dingen bedenken, maar wij moeten het zelf gaan doen. En dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. En tijdens een discussie in een van de laatste sessies binnen ons team, ik zat in het hokje helemaal onderaan, het scenario met de betekenisgerichte community. Er zeiden ook van ja, eigenlijk kunnen we onszelf, mensen en arbeid, ook zien als een grondstof die we moeten herwaarderen, waar we een nieuwe bestemming voor moeten vinden en die je niet zomaar mag verliezen of afschrijven. En als je dan kijkt naar de value heel, iets wat we heel vaak gebruiken, daar wil je grondstoffen zo lang mogelijk bovenop houden. Dat zou je met mensen ook gewoon moeten doen en met die arbeid ook. En dat was eigenlijk een hele interessante schakeling. Ik dacht van, ah, ja, en dat is iets denk ik wat vaak vergeten wordt. En wat heel tof vond aan dit hele proces is dat je echt met mensen zit uit allerlei sectoren met hè, en het bedrijfsleven, de overheid, de gemeenschap, onderzoek, het onderwijs. En dat was heel tof om vanuit ieders expertise andere denkbeelden mee te krijgen. Sorry Rosanne, halverwege, terwijl je echt een ontzettende mooie bijdrage had over dat we mensen ook lang moeten behouden in hun value. Zou je ongeveer nog terug kunnen halen waar je was en dat stukje af willen maken? Als je bij mij een dubbeltje ingooit, dan kunnen we wel weer door. Ja, dus... Ik zei dat het zo belangrijk is dat we die mensen centraal zetten in die transitie. En dat we die niet uit het oog verliezen. En ik denk, we zaten met 24 experts erin. Alleen, dat zijn allemaal mensen die ook mee zijn in die transitie. Die weten waar we het over hebben, waarom we het doen. Waar we naartoe willen, misschien nog niet helemaal. Maar we hebben deze transitiescenario's voor. Alleen, het overgrote deel is gewoon niet mee in dat verhaal. Dus wij moeten dat als mensen gaan realiseren in ons dagelijks handelen, in ons werk. We moeten ons daar allemaal verantwoordelijk voor gaan voelen. En dan is het ook belangrijk dat die transitie inclusief is. Dat iedereen mee is. Dat we weten ook waarvoor we het gaan doen. Want het zal niet altijd leuk zijn of makkelijk of het goedkoopst of het meeste geld opbrengen. Maar als je allemaal weet waar je heen gaat en waarom je het doet, dan wordt dat denk ik makkelijker. En dat was ook wat er bij ons uitkwam. Waarom die transitiescenario's zo belangrijk kunnen zijn en daaraan bij kunnen dragen. Dankjewel. Inderdaad, die inclusieve transitie om wendbaar te blijven op die arbeidsmarkt. Dankjewel, Rosanne. We komen straks nog even bij je terug. Ik wilde nu heel graag ook even een poll weer vragen. Graag aan het publiek. Want er komt ontzettend veel kennis voorbij. Deel ook even in de chat je beelden of je vragen. En als je geen vragen hebt, misschien gewoon een gevoel van... Ja, ik zie echt helemaal niks in het zakendistrict scenario. Doe mij dat betekenisgerichte community. Ik ben heel benieuwd welke kant jullie denken dat het opgaat. Ook al hè, is het niet zo dat we hier de toekomst voorspellen... Het zijn 4 uitersten, maar ze helpen ons wel in die voorbereiding. Nu, nadenkend over die voorbereiding en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt, hebben we nog een poll. En dat is, welke vaardigheden denk je dat je nodig zal hebben op die toekomstige arbeidsmarkt? Zijn dat communicatievaardigheden, creatieve vaardigheden, technische vaardigheden, het leervermogen of sociale vaardigheden? Lekker veel opties, zodat we een mooie verdeling krijgen.
Vul dat in, dan kunnen we daar straks even op doorgaan. Ik wilde heel graag door naar onze volgende spreker, Salome Galjaard. Stel je ook even voor en als jij ook je vraag kan beantwoorden. Mijn vraag aan jou, wat zijn voor jou nu de belangrijkste leerpunten geweest uit deze scenario's? Salome. Ja, dankjewel Brigitta. Mijn naam is Salome Galjaard, ik werk voor de gemeente Amsterdam. Tot voor kort echt aan het programma Circulaire Economie. Nu kijken we nog breder, waar raakt circulair aan de energietransitie of aan klimaatadaptatie of de transitie naar een groene gezonde stad. Dus nog holistischer, volgens mij ook nodig. Maar heel erg fijn om bij dit traject betrokken geweest te zijn. Het was ontzettend inspirerend wat Rosanne ook zei, die verschillende partijen die allemaal met een andere blik naar die transitie kijken, was ontzettend inspirerend en ook wel confronterend, want sommige dingen had ik zelf ook echt nog nooit aan gedacht. Dus dat is ontzettend belangrijk. Ik heb een heleboel geleerd. Ik zal het niet allemaal opnoemen, want het was best wel intensief. Ik denk een van de belangrijkste dingen is toch wel de realisatie, en volgens mij noem jij het ook al eerder, Brigitta, dat de circulaire transitie geen technocratische transitie is. Dat het echt een element is, of in ieder geval heel erg beïnvloed wordt door alle andere economisch-maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is echt wel, als we dan even hoog over kijken, de belangrijkste takeaway van deze scenario's. We hebben inderdaad maar twee variabelen gekozen, die wij dan het meest spannend vonden, maar het had elk ander kunnen zijn, en die hadden waarschijnlijk weer tot andere scenario's geleid. Dus dat was wel, het was aan de ene kant was het wel confronterend, van jeetje, het kan zo ontzettend veel kanten op. Maar wat ik heb geleerd is door deze oefening, is dat je, als je dit nou aan de voorkant doordenkt, dat je ook gaat helpen om het aan te zien komen. En als je het aan ziet komen, kan je er ook beter op voorbereiden. Dus aan de ene kant denk ik niet dat je het helemaal kan controleren. Wij kunnen niet de politieke ontwikkelingen of de internationale politiek direct beïnvloeden vanuit onze circulaire transitie. Maar als je daar al over na hebt gedacht, dan kan je daar in ieder geval rekening mee gaan houden. Klinkt heel logisch, maar het doen is een tweede natuurlijk. En wat ik interessant vond aan de verschillende scenario's, is dat ze totaal verschillend zijn, met slechts twee variabelen waar je aan gaat draaien. Maar dat ze wel dezelfde ingrediënten eigenlijk in zich hebben. En dat ze ook allemaal voor- en nadelen hebben. Ik werkte net als Michel in het begin ook deed aan het scenario efficiënte stadshub. Nou, dat klinkt nu heel lief, maar dat was in onze ogen ongeveer het zwartste scenario wat ertussen zat. Heel interessant natuurlijk. Maar ook daar, door dat te doordenken, kwamen we eigenlijk op best wel hele positieve aspecten ook van dat scenario voor de circulaire werkgelegenheid. Daardoor zat ik ook te denken, als alle scenario's naar zowel mogelijke nadelen hebben als voordelen. Misschien moet je dan ook wat aan de ene kant mee gaan bewegen, dus je voorbereiden op de positieve kanten van zo'n scenario, maar je kan ook wat tegen bewegen zelfs. Bijvoorbeeld in dat scenario waarin ik heb gewerkt, de efficiënte stadshub, dat gaat dus over gesloten grenzen, weinig samenwerking, een hele sterke markt en een vrij zwakke overheid. Maar ook daar zie je dingen terug zoals een leven lang leren, dus continue ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld wat ik een heel mooi aspect daarvan vond, is de ontwikkeling van circulaire regio's of de Hanzesteden. Waarbij elke regio eigenlijk zijn eigen specialisatie heeft. Eigenlijk zie je dat nu ook al gebeuren, bijvoorbeeld in de textielhub waar de metropoolregio aan werkt. Dus dat is helemaal niet zo ver van ons bedshow. Dat is juist misschien al iets wat nu is ingestart en wat je ook door zou kunnen voeren in andere regio's. Maar daarnaast dacht ik, als we nou ook zien in ons scenario dat er weinig internationale samenwerking is, of de markt eigenlijk vervreemd van de overheid, daar zou je nu eigenlijk ook al op in kunnen zetten. Misschien moeten we juist meer aan internationale kennisuitwisseling doen, internationale samenwerking, of nog meer die ketensamenwerking opzoeken tussen markt en overheid. Wellicht dat je dan de hele scherpe randjes van dit relatief donkere scenario af zou kunnen halen. En ja, misschien dat je dan met die circulaire transitie een nog grotere stempel op een toekomstbestendig Nederland kan maken dan we nu al voor ogen hebben. Geweldig, dankjewel Salome.
Ja, inderdaad, zoals je het al noemt, voordelen, nadelen. Hè? Dus het was ook niet de bedoeling om hier een rooskleurig wensscenario te maken. Ik denk dat dat allemaal wel duidelijk is. Dan dacht ik eventjes aan een vervolgvraag. Ik denk, Rosanne, nou, jij bent een van de jongeren uit onze expertgroep. Salomé ook, jullie zijn ook een hele grote werkgever, hè, de gemeente Amsterdam. Hoe zie je nu dat die toekomstige generatie het werk benadert? Misschien eerst even Rosanne en dan Salomé kort. Goeie. Ik denk dat daar heel veel verschillen in zitten. Wat ik in ieder geval merk, waar mijn vader bijna 45 jaar voor dezelfde baas heeft gewerkt, dat gaat bij ons niet gebeuren. Dus één ding wat heel erg gebeurt, ook denk ik in die transitie naar een circulaire economie, of jobs die heel erg gaan op de werkvloer leren, heel veel met de hand werken. Dat leer je heel erg gaande in een bedrijf. Ik heb het idee, er zijn geen opleidingen meer voor. Dat is echt een expertise, een vakmanschap, wat komt echt overgedragen wordt van oudere collega's op jongeren. En dat is denk ik een heel moeilijk gegeven, omdat je, ja, soms ben je gewoon, na 5 jaar ben je weg. Dan is het wel tijd om eens rond te kijken waar je dan heen gaat. Wat ook heel anders is, is dat er veel meer gekeken wordt naar die work-life balance, denk ik. Dus waarin sommige scenario's ook echt gezegd wordt van, ja, we werken 60 uur per week en de verloning is niet helemaal eerlijk, maar er komt heel veel terug qua sociale tegemoetkoming, wat dan ook. Ja, dat is soms wel echt iets wat wringt met waar ik denk waar we nu staan en waar in ieder geval mijn generatie, hoe wij nu naar werk tegenaan aankijken. Dus dat worden denk ik hele interessante dingen waar we tegenaan gaan lopen. Als deze condities er zo uitgeschetst worden. Ja, hey, en Salomé, de gemeente Amsterdam heeft natuurlijk een enorm groot werknemersbestand. Van alle soorten en maten, achtergronden en richtingen. Hoe zie jij de toekomstige generaties daarin bewegen? Zijn die anders dan de werknemers waar eerder mee gesproken werd? Ja, ik denk het wel. Wat Rosanne ook al aangeeft, ik denk dat het leven lang bij één werkgever blijven, dat niet meer helemaal van deze tijd is. Hoewel er voldoende werkgevers zijn die daar wel aanleiding toe zouden kunnen geven. Ik wil ook wel weer even putten uit de scenario's, want een interessante idee daarbinnen vond ik eigenlijk dat de ketensamenwerking wordt heel erg belangrijk. En ook weer in het scenario efficiënte stadshub is de lokale of de regionale binnen de landsgrenzenketen heel erg belangrijk. Er zit ontzettend veel druk op de werknemers. We hebben eigenlijk heel veel mensen nodig, maar we hebben er eigenlijk niet voldoende. En toen hebben we ook gedacht aan ook meer een soort van uitwisseling daartussen. Maar met zekerheid voor de werknemers. Want wat je natuurlijk niet wil is een arbeidsmarkt waar iedereen zonder vaste contracten of met nulurencontracten of met hele flexibele contracten zonder zekerheid zijn kostje bij elkaar scharrelt. Nee, die bedrijven willen juist heel graag die mensen vasthouden. Maar het kan best wel zijn dat het werk zelf meer fluctueert. Zou je dan niet binnen een keten, dus waar eigenlijk eenzelfde soort kennis en kunde nodig of gewenst is, juist veel meer uitwisseling kunnen doen met die mensen. Dat je wel als keten eigenlijk de zekerheid biedt. Niet als individuele werknemer, maar echt vanuit die keten. Die mensen meer flexibel kunnen werken. En misschien ook dus wel vanuit die hele keten kunnen gaan leren. Zonder dat ze de hele tijd van het ene naar het andere roepen. En met alle nadelige gevolgen van dien. Ik had al zoiets in mijn buikgevoel eigenlijk. En daarom hebben we nu onze laatste spreker, Dirco. Die kan ons veel meer vertellen over dit soort bewegingen. En Dirco, we willen heel graag met jou ook kijken naar de toekomst. Want wat zie jij nu als ontwikkelingen? En met name rondom omscholing of bijscholing. En stel jezelf ook even voor. Dankjewel. Mijn naam is Dirco Dekker. Ik werk bij Manpower in de rol van Manager Social Development. Dat staat wat verder af van circulaire economie.
Maar het staat natuurlijk heel dicht bij de arbeidsmarkt. In mijn rol ben ik dagelijks bezig met kijken hoe kunnen we mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben de stap naar werk laten maken. En dat is ook een beetje de input die ik heb gehad als expert. En sluit ook aan op de vraag die je mij stelt over omscholing, bijscholing. Heel belangrijke thema's. Het is lastig voor mij, ook voor mij, om te voorspellen waarin moet je precies omscholen en bijscholen. Maar wat een hele belangrijke is, is dat mensen levenlang leren is al door een aantal sprekers genoemd. Dat blijft een essentiële. En eigenlijk de keuze die je net stelde bij de poll, die vond ik heel spannend. Want ik zou ze eigenlijk alle vier willen aanvinken. Kijk, wat heel belangrijk is voor een werknemer is om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. En dat in eerste instantie te zijn, te worden, maar dat ook te blijven. En daarin heb je eigenlijk een aantal skills altijd nodig. Zowel technische skills als ook juist dat hele sociale. Die gaan echt hand in hand. Dus een keuze tussen die twee. Ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomst van de poll zo meteen. Want ik denk dat ze echt samen moeten gaan. En juist ook dat leervermogen van mensen is enorm belangrijk. Wat we zeker weten is dat we moeten blijven leren. Mogen blijven leren. Ik vond in een van de scenario's lang leven leren wel een van de mooiste ontdekkingen. Want het is ook iets heel moois. En het is ook heel leuk om zelf continu bezig te zijn aan jezelf te werken. En tegelijkertijd op die manier ook relevant te blijven. Wat ik wel belangrijk vind om ook toe te voegen, ook de bedrijven moeten natuurlijk ook, de werkgever moet ook relevant blijven voor de werknemer. Want we hebben in verschillende scenario's ook gezien, en dat is ook een beetje de situatie zoals die nu is. Veel werk en weinig aanbod van mensen die het werk kunnen doen. Dus ook de medewerker heeft een keuze. En daar waar die een aantal jaar, meerdere jaren geleden misschien koos, zoals Rosanne, de vader, om 45 jaar bij dezelfde werkgever te blijven. Dat is nu wat minder gebruikelijk. Maar de werkgever heeft toch ook zijn mensen nodig. En hoe doe je dat? Door ook iets te bieden te hebben aan jouw werknemer. En in het scenario waar ik aan heb meegewerkt, dat is de competitieve zakendistrict. Daar hebben we, was overigens samen met jou, Birgitta, hebben we ook heel erg gekeken naar wie pakt nou die rol van dat omscholen, bijscholen. En je ziet dat de samenwerking tussen aan de ene kant de ondernemers en aan de andere kant het onderwijs, die moeten heel goed samenwerken, want je moet heel snel kunnen schakelen. En die link die is enorm belangrijk. En ik zag ook nog een vraag waar ik ook op wilde reageren, want die spreekt me ook erg aan. Inclusiviteit, hoe hebben we dat geborgd? Nou, in het scenario waar ik aan heb meegewerkt, maar in meerdere scenario's zag ik het terugkomen. Hè? Daar waar er tekorten zijn, wil je dat, dat iedereen die kan en wil werken mee kan doen. En daar zul je soms ook het werk op moeten organiseren. En dat organiseren zal voor de toekomst steeds meer op skills zijn. Hè? Dus niet zozeer op hoe is iemand zijn cv, maar wat kun je? Welke skills heb je? En welke skills kun je ook inzetten in andersoortige banen? En dat een hele belangrijke is, maar ook een skillspaspoort. Dus inzichtelijk, goed inzichtelijk hebben welke skills heeft iemand, welke skills worden gevraagd en hoe match je dat op elkaar. En ik denk dat voor de toekomst, nu al, maar ook zeker voor de toekomst, enorm belangrijk zal zijn. Dankjewel, Dirko. Nou, ik zal inderdaad even met jullie delen. Ik ben heel blij, ik zal jou blij maken, Dirko, dat inderdaad leervermogen eruit komen als een van de meest belangrijke vaardigheden. En dat heb jij zojuist heel goed uitgelegd. We moeten blijven leren. De technische vaardigheden, zowaar, 7%. Dat is eigenlijk een van de laagste. Dat vind ik, doet mij goed. Hè? Ik denk dat technische vaardigheden heel belangrijk zijn. Het digitale. Tegelijkertijd is de sociale innovatie belangrijk. Sociale vaardigheden 24%. Ik denk dat daar ook wel een beetje het ketensamenwerken uit voortkomt. Hè. Kun je elkaar vinden? Kun je elkaar vertrouwen? Met elkaar samenwerken? En de creatieve vaardigheden zijn 21%. Misschien is die creatieve en die technische vaardigheden wel heel mooi ook samen te brengen. Want die hebben we absoluut nodig. Zeker in het ondernemerschap.
ik heb even onthouden hè, van onze verschillende sessies dat er ook een heleboel nieuwe banen op ons afkomen. Ik denk onderaan de streep nou niet heel veel soort duizenden, miljoenen meer als gevolg van de circulaire economie, maar wel vooral ook die verschuiving van baan. Sommige banen zullen inderdaad, zoals Dirke ook zei, moeilijk gematcht worden. Hè? Dus heb je niet de juiste vaardigheden, is er wel aanbod van werk. En ik denk dat we allemaal moeten gaan nadenken over inderdaad die toekomstige banen. Gaan wij inderdaad meer ketensamenwerking doen? Worden dat ook echte banen? Zijn er straks circulaire regisseurs? Reparatievaardigheden. Het is best wel zot dat zo weinig wordt gerepareerd. Ik denk dat daar heel veel van de praktisch gescholden een prachtige weg in vinden. Echt een nieuwe elite, zoals Maureen O'Day van onze expert en practor van een mbo-school kon vertellen. En ook die grondstoffenkennis. Want we komen tot de conclusie dat heel veel van de grondstoffen continu moeten worden teruggebracht. Dat weten we allemaal. Maar ja, zie het maar eens te doen. Ik wilde een paar vragen uit het publiek nog behandelen. Kirsten de Koning vraagt: goh, lopen de scenario's ook niet naast elkaar? Hè, verschillende initiatieven die in het community scenario gebeuren, tegelijkertijd met het competitieve zakendistrict. Dat is eigenlijk een vraag aan Alain. Met jouw jarenlange ervaring met scenario's, hè, onder andere bij Shell. Hoe gaat dat dan? Vanaf deze uiterste, hoe bewegen we ons? Is het zo dat het straks een pick and mix is? Ja, okay. Dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Nou, de verschillende scenario's zijn eigenlijk verschillende perspectieven op eenzelfde realiteit. Men zegt wel eens, hoe meer je in de toekomst kijkt, hoe dieper je in het systeem kijkt. Als we ergens kunnen anticiperen, de toekomst kan zo en zo ontwikkelen, is omdat we een diep systemisch inzicht hebben in de ontwikkelingen die er vandaag zijn en hoe die zich kunnen doorzetten. En dus de vraag is niet welk scenario gaat er uiteindelijk komen, want daar moeten we niet tussen kiezen. Elk scenario is eigenlijk een opportuniteit om bepaalde hypotheses op een consistente manier vast te houden en dan helemaal logisch en coherent door te denken. Dus inderdaad, in essentie zou je kunnen zeggen, vandaag gebeuren er veel dingen die we in de verschillende scenario's kunnen vaststellen. Dat klopt. En dus, wat is de toegevoegde waarde van die verschillende perspectieven? Dat is eigenlijk zoals in het financiële denken. Je gaat net present value denken toepassen om bijvoorbeeld kapitaalallocatie te doen of de waarde van een project te bepalen. Je gaat in de toekomst doordenken, wat zijn die cashflows? En dan ga je terugrekenen naar vandaag, wat is nou de waarde van dat project? Die scenario's doen net hetzelfde. Die laten ons toe om de toekomst te verkennen en om de zin en de onzin van bepaalde handelingen in kaart te brengen en te duiden, zodanig dat we beter begrijpen wat is de waarde van een bepaalde handeling vandaag. Dus op die manier gebruiken we de scenario's, niet door te kiezen, maar door ze allemaal te nemen als zijnde verschillende perspectieven op de realiteit waar we mee te maken hebben, maar met het grote voordeel dat je ze op een coherente en consistente manier hebt doorgedacht. Ja. En dan kan je beter zien, wat is de waarde van een beslissing of een actie vandaag? Ja, oké. Nou, en zo gaan we door met dit mooie project. Wat ik jullie kan vertellen is dat wij ook in nauwe samenwerking met de Sociaal-Economische Raad, de SER, hebben nagedacht over het vervolg. De vakbonden zijn betrokken geweest, hebben ook vanuit de SER-positie meegedacht. En we gaan met deze informatie nu nadenken over die handelingsperspectieven. Ik ga straks ook het rapport delen, maar ik wilde graag nog even een rondje. Heel kort, en ik wilde eindigen met Michel. Met een soort van uitsmijter. Daar ben je niet op voorbereid, maar gaan we gewoon doen. Hoe nu verder? Kort even langs onze sprekers. Rosanne. Hoe zie jij dit in ieder geval? Je hoeft niet een exacte antwoord te zijn op deze vraag. Maar naast afsluitend van deze deelsessie, hoe ga jij met deze kennis verder? Nee, ik denk dat voor mij echt het belangrijkste is die inclusieve transitie. Iedereen meenemen, weten waar we het voor doen. Omdat het niet alleen kan of met een klein clubje die daar veel van af weet,
Ik denk dat iedereen moet er wat van af weten om echt dat op gang te brengen. En dat is voor mij het belangrijkste, inclusieve transitie en die mens centraal. Super, dankjewel. Salome, wat is jouw reactie nog? Nou, dank je. Een absolute verrijking van de plannen die we al hebben in Amsterdam. We hebben een circulaire strategie voor de komende jaren. Daarbinnen steeds nieuwe uitvoeringsprogramma's die ook geëvalueerd worden. Dus deze informatie wordt daar zeker in meegenomen. Wordt ook echt een verbreding of een verdieping van het werk wat wij doen. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar de handelingsperspectieven. Want die zou ik specifiek ook wel echt willen delen met mijn collega's. Wij werken dan vanuit de circulaire transitie, maar er zijn ook weer mensen die met werk bezig zijn of met jongeren. En ik denk dat die allemaal rondom de tafel moeten komen om in ieder geval mee te denken in deze scenario's en het handelingsperspectief, omdat zij ook verantwoordelijk zijn gedeeltelijk voor de uitvoering. Dus volgens mij een geweldig document om mensen bij elkaar te krijgen en gezamenlijk hierop door te gaan pakken. Mooi, oké. Dankjewel. Dirko? Ik sluit een beetje aan bij Salome en bij Rosanne. Kijk, ik vond het heel mooi om met zo'n, ja, die verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden hierover na te denken. En ik denk ook dat het heel waardevol is om te kijken, hè, welke positie heeft werk hierin in de verschillende scenario's. Maar ook wat is een beetje de rode draad, wat halen we daaruit? De handelingsperspectieven, daar zat ik ook aan te denken. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Daar gaan we natuurlijk nog, en die gaan we nog verder uitwerken. En ik denk dat dat ook een hele mooie is om naar mijn collega's verder te delen. Maar ook in ons netwerk. Hè. Ik bedoel, we werken met veel bedrijven als opdrachtgevers. Dus die kennis die we hier hebben opgedaan, die ga ik ook zeker delen in ons netwerk. Mooi. Ja, we moeten het delen. En Michel had het anders gedaan, maar vanmiddag hebben we ook in het plenaire gesprek met Ingrid Thijssen en Maria van der Heijden straks om half vier, komt dit ook nog ter sprake. Want inderdaad, het moet op de juiste niveaus in de achterban, maar ook bij overheid en de directies besproken worden. Michel, heb jij nog een reactie voor ons? Ja, dankjewel. Je zei het woord uitsmijter. En toen moest ik gelijk even denken van, hè, een uitsmijter staat meestal voor een deur en dan mag je er wel of niet in. Eigenlijk wil ik wel een propper zijn vandaag, want ik wil iedereen naar binnen duwen. Want dit doe je niet alleen. We zijn dit gestart met een expertgroep en ik hoorde dat ook Dirk en Rosanne en Salome al zeggen. Dit is een verantwoordelijkheid die collectief is. Dit begint bij ieder van ons als individu, als werknemer in de toekomst of ondernemer in de toekomst. Welke vaardigheden moet ik aanleren of verbeteren? Vervolgens ga je naar instituties zoals bedrijven en gemeentes en scholen die er iets mee moeten. En uiteindelijk, op macroniveau zeg je, ja, de overheid heeft een rol te nemen. Dat zullen we institutioneel proberen te laten landen in de SER. Die heeft een commissie arbeidsmarktontwikkeling waarvan ik hoop dat dit een integraal onderdeel wordt, het werk wat we gedaan hebben. En dan komt die proppen weer. We gaan die handelingsperspectieven verder uitwerken. En onafhankelijk van de scenario's, alleen duidde dat al, krijg je richtingen. En er zullen ongetwijfeld handelingsperspectieven zijn die in elk scenario relevant zijn. Met andere woorden, dat zijn no regret acties waar we mee moeten starten. Nou, laten we collectief zorgen, en dat kan zijn in een bedrijf of bij een overheid of als individu of bij een onderwijsinstelling, dat we ermee aan de slag gaan. Dus het is ook een oproep naar een ieder om zijn eigen of haar bijdrage te leveren. Donderdag aanstaande gaan we in ieder geval bij Circle in het kader van de Week van de Circulaire Economie daar nog verder op in. Ik deel de link daar naartoe nu nog even in de chat. En ik heb de link naar het rapport ook in de chat gezet op verzoek van een aantal mensen. Dus daar is het een en ander terug te vinden. Kijk eens aan. Geweldig. Nou, dankjewel. Inderdaad. Donderdagmiddag bij Circle zijn nog wat andere sessies ook die over deze toekomstscenario's spreken. Waarbij systeemdenken, skills, capaciteiten ook in training worden vertaald. We hebben, zoals genoemd, de SER ook aan tafel daar. Iemand van het Circular Jobs Initiative. Er zijn verschillende initiatieven die dit onderwerp goed oppakken. Ik wilde met een laatste opmerking van Alain vragen eigenlijk. Van, hoe nu verder? Je hebt dit, dat hebben we trouwens nog niet eens besproken. Je hebt dit wel vaak gedaan en zelfs dit hele onderwerp ook doorleefd in een ander land.
Ja, inderdaad. En daar zijn wel verschillen hè, tussen de verschillende contexten. Ik zeg het belangrijkste is de ontwikkeling van gezamenlijke taal en beelden, die je eigenlijk al hebt als basisstof om met elkaar met de meerdere stakeholders in gesprek te kunnen gaan. En hier komen dus wel een paar systemische onderwerpen uit die je gezamenlijk moet oppakken. Niet in het minst het leven lang ontwikkelen. Ik denk maar we hebben de scenario planning in Nederland gedaan. Oh. Hij is dus ook in België gedaan. Een heel ander land. Ja. Hè? Dus je noemde al inderdaad van... De verschillen. Daar zitten wat verschillen. We hoeven daar nu niet op in te gaan. Nee. Maar het is natuurlijk wel fascinerend om te zien dat al die landen zich daar nu over dat is het. Het thema op gaan buigen. Het thema is systemisch en komt overal aan bod. Dat merk je ook. En je merkt ook dat in verschillende landen op verschillende snelheden werken en verschillende beelden en taal hebben om eraan te werken. Dus ik denk, de situatie in België is het duidelijk zo dat we achterop staan in termen van beelden en taal die we met elkaar gebruiken om voorbereid te zijn op de circulaire economie. Ik denk dat wat dat betreft Nederland veel verder staat, ook naar het handelingsperspectief toe. Ja. Maar de scenario's bewijzen daar ook hun nut om bepaalde dingen bespreekbaar te maken en taal aan te reiken over concepten waar men anders niet aan denkt. En vooral het systemische, waar je echt samen aan de slag moet. Ja, ja. Dus gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke beelden. In samenkomst eigenlijk, en rekening houden met die verschillende belangen. Nou ja, zoals we al eerder zeiden, dit doe je niet alleen. En we zijn heel trots en dankbaar dat iedereen zich daar zo voor heeft ingezet. We gaan ook vol energie door en we maken de handelingsperspectieven verder af. Nogmaals ter inspiratie aan alle partijen om dat vervolgens in hun achterban mee te nemen. En vanmiddag staat het op de agenda van de Nationale Conferentie met Ingrid Thijssen en Mariette Hamer, die helaas er niet bij kon zijn, maar Maria van der Heijden vervangt haar. En ik ben ook zeer benieuwd wat Laura de Vries, de klimaatambassadeur, de ambassadeur van de Week van de Circulaire Economie, die toch ook wel een beetje die nieuwe generatie is, van dit project gaat vinden. Voor nu heel erg bedankt aan iedereen die heeft meegekeken. Ik hoop dat jullie het project, de verkenning, het document in de chat vinden. En nou, dank. Mochten er vragen zijn, weten jullie hopelijk ons te vinden. Maar vooral, doe mee en maak er een mooi, maak er werk van. Hè? Dat is de oproep. Dank jullie wel.